En vandaag weer om een heel actueel thema, de solden. Ze staan voor de deur. En ik wil eens weten wat eigenlijk mijn rechten zijn als consument tijdens de solden. En ik heb daarom Laura Klaes uitgenodigd. Hey Laura. Hey, dag Doreen. Ja, ik weet dus dat we het over de topic gaan hebben. En ik heb hier altijd een speakbriefje en ik heb hier niks. Ja, nee, inderdaad. Maar dat komt omdat we het vandaag iets anders gaan doen. Want ik heb vragen voorbereid voor jou. Ah, oké. Okay. Ja? Okay. We gaan een korte quiz doen. Oh, nee. Ik wil eens graag testen. Ik ben heel slecht in quiz. Ja, ik wil eens graag weten wat jij eigenlijk weet van je rechten in de solden. Okay. Dus ik heb een aantal vragen voorbereid en ik wil heel graag zien wat jij ervan weet. Oké. Okay. Goed. Je gaat naar de Meijer in Antwerpen, de Nieuwstraat in Brussel. Mm-hmm. En je koopt daar een peul, een kleedje, whatever, in de solden. Je gaat buiten, je denkt een uurtje later, oh, dat was echt zo'n impuls aankoop. Ik heb daar spijt van. Mag je terug naar de winkel en zeggen, sorry, ik wil eigenlijk mijn geld terug? Ja, altijd. Ja, maar binnen de 14 dagen. Of nee, dat mag niet. Hetgene in mij opkomt, is dat ik toch mij herinner dat je altijd de boodschap krijgt van let op, tijdens de solden doen we niet aan ruilen of terugbrengen. Dus volgens mij nee. Mm-hmm. Klopt, maar het is eigenlijk niet alleen in de solden. Het is normaal altijd verboden. Enfin, het is te zeggen, sommige winkels geven dat wel als een soort van commerciële geste. Heel grote ketens doen dat wel eens vaker, dat daar dan op staat. Je kan dat binnen de 7 dagen, 8 dagen terugbrengen. Als je het etiketje meeneemt, als alles er nog aan hangt. Ah ja, je bedoelt niet ruilen, maar echt niet ruilen, terug. Ik maar wil terugbrengen geld. En je geld terugbrengen, dat mag eigenlijk niet. Maar gaat ervan uit dat als je in de winkel het product goed hebt bekeken, dat je dan wel weet wat je koopt. Als je er dan mee buiten wandelt, ja, dan mag je niet zomaar teruggaan om te zeggen, goh, nee, eigenlijk niet. Ik begrijp dat nog wel. Ja, natuurlijk. Ja, anders kan iedereen zomaar beginnen binnen en buiten wandelen. En ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ja, of je doet het aan en dan breng je het na 2 dagen terug. Ja, er zijn zo mensen, dat gebeurt ook natuurlijk. Vandaar dat heel veel winkels ook wel die het dan toch aanbieden als een soort van extra dienst naar de consument toe. Dat zij wel zeggen van ja, als je het terugbrengt, moet het etiketje er wel nog aan hangen. Mm-hmm. Dat je het juist thuis nog eens een keer kan passen. Misschien nog eens een keer checken bij die schoenen. Past dat eigenlijk wel? Is dat een goede outfit? En als het niet past, kan je het terug gaan brengen. Maar normaal gezien is dat niet. En moeten winkels dat dus ook helemaal niet aanbieden. En velen doen dat niet. En zeker niet in de solden. Maar dan is het toch heel gek, hè, Laura, dat als je online iets koopt, eender wat, dan mag jij dat altijd terugsturen. Ja, inderdaad. Geld terug. Ja, online geldt het wel, maar dat is natuurlijk omdat je het product niet echt gezien hebt in de winkel. En daar zit het verschil. Ja. Men gaat ervan uit, ja, je moet die kleren toch wel eens een keer passen. Dus dat is het grote verschil tussen online iets kopen. Klopt. Dan heb je altijd minstens 14 dagen om het terug te sturen. Als je het koopt in de winkel, heb je dat recht niet. Oké. Okay. Voilà. Goed. Dat was vraag 1. Vraag 2. Je koopt een peul op Vinted. Je kent het misschien wel. Daar kan je tweedehands je kleren verkopen. Dat is dus online. Hè, Vinted online. Het wordt geleverd, maar je vindt het eigenlijk toch niet zo mooi. Mag je het dan terugsturen? Ah, maar dat is tweedehands. Dat is tweedehands, ja, maar goed. Dus ik denk wel, mijn eerste reactie is online. Mag je precies altijd alles terugsturen? Mm-hmm. Bij Vinted koop je het al aan een enorm lage prijs. Mm-hmm. Maar goed, je hebt ook winkels waar je dingen aan een enorm lage prijs kan kopen. Klopt. Ja, misschien zou mijn buikgevoel zeggen dat je misschien iets hebt gekocht waar niet iedereen heel eerlijk is geweest over bepaalde defaultjes of zo. Want sommigen zijn daar heel open in. Ja. En dat je dan toch zegt van, ah nee, want ik heb het ook niet in het echt gezien. Dus ja, ik denk het wel. Ja, en ja, altijd. Of ja, binnen de 14 dagen. Ja, binnen de 14 dagen dan. Wel, het antwoord is nee, dat mag niet. En het heeft eigenlijk niks te maken met het feit dat het tweedehands is. Okay. Maar omdat je niet koopt van een winkel. Ah, je koopt gewoon van iemand anders. En je koopt dus tussen twee consumenten. Dus dan gelden de regels van het moeten terugsturen niet. Die gelden alleen maar als je koopt van een effectief en professioneel bedrijf. Als ik nu gewoon straks bij jou in de kleerkast even kijk en ik zeg, ja, dat vind ik leuk, ik neem het mee, dan mag je het niet terug gaan brengen. Okay. Voilà. Dus bij Vinted nooit terugsturen, tenzij je natuurlijk van een professioneel bedrijf koopt op Vinted. Maar die zijn er niet zo heel erg veel. Goed, je koopt een jas in de solden. Maar je komt thuis en de rits, of de volgende dag, valt de rits eraf. Die was eigenlijk niet goed vastgemaakt. Mag je dan met de jas terug naar de winkel om een andere te vragen of hem te laten herstellen?
ja, dat mag. Of nee, want een product gekocht in de solde mag je niet terugbrengen. Nee, ja, dat moet mogen, hè. Ik vind als er iets mis mee is, of als het kort nadien blijkt dat er iets is, valt dat voor mij onder pure service van een winkel. Klopt, het is zelfs niet gewoon pure service van de winkel, maar het is gewoon de wettelijke garantie. Garantie, ja. Garantie, inderdaad. Ja. Net zoals dat als je een elektronisch product hebt dat kapot gaat binnen de 2 jaar, heb je dat ook gewoon op je kleren. Okay. Dus als die kapot gaan, zelfs als dat gekocht is tegen 75% korting maakt in de solde, mag je daarmee teruggaan en dan mag je ofwel het laten herstellen, dat kan de winkel aanbieden, ofwel een nieuwe terugkrijgen. Als het echt veel te moeilijk is om dat te laten herstellen of om een nieuwe aan te bieden, dan kunnen ze je eventueel de prijs teruggeven. Maar normaal gezien is het kiezen tussen herstelling of een nieuw product. Ik ben blij met dat antwoord. Ja, heel goed. het is misschien niet zo solde gerelateerd, maar stel, je kent Facebook Marketplace of tweedehands.be van die winkels. Stel, je ziet daar een heel mooie nieuwe eettafel staan. Je zegt, amai, die past perfect in mijn interieur. Je doet een bod. Zoveel. De koper zegt, is heel goed, wanneer wil je het komen afhalen? En de volgende dag zeg je, ach, ik vind het eigenlijk toch niet zo heel mooi. Mag je er nog onderuit? En ik heb het nog niet betaald. Ja, nee, je hebt nog niks betaald. Nee, dus mag je er nog onderuit? Hmm. Ja, natuurlijk, want ja, er staat eigenlijk niet echt iets op papier. Je hebt nooit iets getekend. B, ja, maar alleen als je nog niks hebt betaald. En je hebt nog niks betaald. C, nee. Je kan daar niet meer onderuit. Ik denk ja, zolang ik niet betaald heb. Nee, eigenlijk... Nee? Je kan er normaal gezien niet meer onderuit. Het is bindend. Het is bindend. Jij hebt een aanbod gedaan, de andere persoon heeft dat aanvaard. En vanaf dan, normaal gezien, heb je een contract. Natuurlijk, stel dat dan de verkoper achteraf zegt of daarmee akkoord gaat, ja, dan heb je dat contract weer wat onderhandeld. Dus dan gaat dat natuurlijk wel. Mm-hmm. Zo gebeurt dat wel vaak, dat als je dan eens een keer gaat kijken en dat je dan zegt van, god, is eigenlijk toch niet helemaal, dan gaat normaal een verkoper er wel mee akkoord van, ja, je moet wel wat te onderhandelen over de prijs of het toch niet te verkopen. Maar in principe, als jij zegt, ik bied zoveel en de andere persoon zegt, deal. Maar hebben wij dan, als we verkopen of aankopen op zo'n platform, eigenlijk bij ons aanmaken van ons profiel, daar al dan niet bewust iets over getekend of iets ondertekend? Nee. Of is dat gewoon een universeel... Het is de universele regels van contracten eigenlijk, die zeggen dat als iemand een aanbod doet en een andere persoon aanvaardt het, dan is de deal beklonken. Ja, inderdaad. En dat hoeft zelfs niet ergens neergeschreven te staan. Zelfs gewoon zo mondeling geldt het. Natuurlijk, ja... Dan wordt het wel heel moeilijk voor... Het wordt moeilijk om het hard te maken. Ja, het wordt moeilijk om te bewijzen. Ja, dat is waar. Het is dat, zeker als er nog niks betaald is. Maar dus in principe is het wel zo dat je dan daarna niet zomaar meer mag gaan zeggen van, oh, goh, ja, het was eigenlijk een grappig idee gisteren, vandaag niet meer. Ik wil het al niet meer. Nee, in principe. Dus wees daar toch een beetje voorzichtig in. Als je het niet zo heel zeker weet, zeg dan meestal van, kijk, ik wil eens een keer komen kijken en ik wil op zich wel dit bedrag bieden, maar alleen maar als ik het echt heb gezien. En als het betekent dat als je zo'n bod doet en het wordt aanvaard, dat dat eigenlijk al het beklinken is? Ja. Inderdaad. Okay, dus wees voorzichtig als je een bod doet. Ja, inderdaad. Wees voorzichtig, want als het aanvaard wordt, dan ben je daardoor eigenlijk gebonden. Eigenlijk verplicht om het te kopen. Ja, klopt. Alright. En dan de laatste vraag is, ik verkoop een paar schoenen op Facebook Marketplace weer. En je stuurt ze op, maar een paar dagen later zegt die koper, ja, ze zijn hier nooit aangekomen. Ik wil graag mijn geld terug, want ik heb al iets gestort. Ja, is toch ook niet mijn fout als verkoper, toch? Nee. Jij denkt dus, de antwoorden zijn jawel, want je bent als koper verantwoordelijk dat die schoenen goed bij de persoon aankomen. Of, ja, nee, het is helemaal niet jouw fout. De koper moet dan maar naar de bezorgdienst, de Bpost, PostNL en zo, gaan aankloppen om te zeggen, hallo, waar zijn die schoenen? Ik denk B. Hoop ik? Ja, hoop ik, maar dat is niet waar. Maar nee. Jawel. Maar dan kan toch iedereen zeggen, ik heb het niet gekregen? Inderdaad. Maar het is zo dat jij als verkoper eigenlijk mee verantwoordelijk bent voor de goede aankomst van de schoenen tot bij de koper. Dus dat betekent dat jij, als je zoiets verkoopt en opstuurt, dat je best eigenlijk een soort van bewijsje vraagt dat jij ze tenminste goed hebt afgeleverd bij de bezorgdienst.
Dat kan wel helpen. Dat kan helpen, omdat de koper mag dan bij jou komen en zeggen, kijk, ik heb ze echt nooit gehad. Mm-hmm. Dan moet jij in principe het geld teruggeven, maar kan jij wel met dat bewijsje naar de verkoopdienst of naar de bezorgdienst gaan en te zeggen, kijk, ik heb ze wel goed bij jullie aangebracht. Jullie hebben ze kwijtgedaan, dus jullie moeten mij terugbetalen. Maar als koper gaat men ervan uit dat je eigenlijk in een zwakkere positie staat. Mm-hmm. Dus jij moet altijd het adres ook hebben en de naam en de contactgegevens van de persoon naar wie je dan uiteindelijk kan gaan om te zeggen, hallo, ik wil graag mijn geld terug. Want jij hebt helemaal niks van de relatie met de bezorgdienst. Terwijl de verkoper heeft die wel gekozen, heeft die aangesteld, heeft betaald voor het pakje. Ja. Dus vandaar dat men dat zegt. Dus het is wel echt heel belangrijk dat als je zoiets opstuurt met zo'n bezorgdienst, dat je een soort van bewijsje vraagt van, kijk, ik heb het mooi bij jullie afgeleverd. Maar je ziet toch vaak dat bezorgdiensten iets gewoon voor iemands deur zet. Ja. Gewoon in een klein boerendorpje. Mm-hmm. Bij ons, iedereen kent iedereen. Inderdaad. Maar sorry, dat vind ik toch wel heel vreemd. Ja. Want dan kan iedereen toch gewoon meenemen. Ik weet niet of het interessant is wat erin zit. Dat is voor de bezorgdienst dan. Hè. Maar het gaat wel via de verkoper. Verkoper. Dus als koper heb je altijd het recht om de verkoper aan te spreken. Dus het is eentje die heel weinig mensen weten. Maar je bent echt als verkoper daar wel verantwoordelijk voor. Ja, dan ga je dat statistisch gezien, als je regelmatig iets verkoopt, toch wel eens meemaken, vrees ik. Ik denk het ook. Omdat je ook eigenlijk bij de kopers best wel wat mensen hebt zitten die misschien niet zo van goede wil zijn. En die dan zelfs als ze het pakket hebben gekregen zullen zeggen, ik heb het niet gekregen of het zat beschadigd in de doos, ik wil mijn geld terug. Dat zijn van die praktijken. Vinted probeert dat wat tegen te gaan door eigenlijk een apart betaalsysteem te hebben waar zij het geld blokkeren ook en dat het pas wordt doorgestuurd naar de verkoper als het goed is aangekomen. Je kan eigenlijk alleen maar hopen dat de meeste en daar word je volgens mij ook gerated als koper, maar ook als verkoper. Zodat je inderdaad oplichters eruit kunt halen. Ja, inderdaad. Dus dat zijn in principe heel goede manieren om het toch zo goed mogelijk te laten verlopen, om dit soort situaties te vermijden. Maar hou er toch maar rekening mee dat je best dat garantiebewijsje vraagt aan de bezorgdienst, dat je het tenminste bij hen goed hebt ingediend. En dan, toch wel wat bijgeleerd, denk ik. Ja. Ik moet wel toegeven, ik heb speciaal de moeilijkere vragen erin gestoken om je wat bij te leren. Dus ik vergeef het je dat je het nog niet allemaal kent. Ik heb trouwens nog een paar tips. Ja. Want je kent het misschien wel. Je staat dan in de solden ergens te kijken naar een product. Dat staat dan zoveel procent afgeprijsd. Maar wie weet staat het in de winkel verder wel voor nog lager. Mm-hmm. Ik heb daar een tip voor, want je kan dat gewoon op een website allemaal vinden. Die website heet Rate My Deal. Mag ik even je tablet gebruiken? Ja. Gewoon als standaardje voor mijn papieren. Ja. Dus. Voilà. De website heet Rate My Deal. Okay. En dus het doet wat hij zegt dat het doet, namelijk je deal raten. Nou, is het een goede of een slechte deal? We kunnen eens een keer zoeken. Maar dat gaat toch niet over boutiques die je vindt nee, in... Dat gaat echt heel erg moeilijk. Online enkel? Dat gaat over online niet. Producten, inderdaad. Okay. Dus, en vooral ook eigenlijk elektronica producten. Je kan daar dan bijvoorbeeld zoeken op wat is de Samsung Galaxy Fold. Ik weet niet of je die kent. Dat is zo'n smartphone deployed. Super fancy. Kan je eens een keer gaan kijken waar je die op dit moment het goedkoopste kan vinden. Dus je tipt het in. En dan kan je zien dat die bijvoorbeeld bij Gomibo, dat is een website gespecialiseerd in smartphones en zo, staat die aan 1300 afgerond euro. Dus is een goede deal. Als je een beetje verder scrollt, dan zie je dat die bij de Mediamarkt al aan 500 euro duurder staat. Oh. Dus op deze website kan je op elk moment live zien wat de prijzen zijn op verschillende websites. En dan kan je dus kijken en dan ga je je nooit mispakken aan zo van die deals. Trouwens, ook heel leuk, je kan de prijsevolutie zien de voorbije jaren van dit product. Dus nu staat hij inderdaad aan 1299 euro. Als je dan gaat zien, stond hij... Hoe kan dat nu zo fluctueren? Ja, dat is zo met elektronica natuurlijk. Ja. Dat de ene winkel doet, is een korting, andere volgen, doen nog lager, kopen misschien een heel groot deel in bulk aan, waardoor ze het iets lager kunnen zetten. Die prijzen fluctueren enorm en dat maakt zo'n website natuurlijk ook heel erg handig.
Zeker in de solde trouwens, omdat die prijzen fluctueren dan nog veel meer. Het is trouwens ook heel belangrijk dat je goed weet dat als je naar een winkel gaat en daar staat dan zo'n een prijs doorstreept en dan een nieuwe prijs daaronder, daar zijn ook regels voor, want ja, anders zet je eender welke prijs doorstreept en zeg je, wij geven 50% korting. Dus de prijs die doorstreept is, dat moet de laagste prijs zijn die de winkel in de 30 dagen daarvoor al een keer heeft toegepast. Okay. Zodat ze niet nog vlug 2 dagen ervoor €200 meer doen en dan lekker die €200 eraf doen met een zogezegd hoge korting. Dat mag dus niet. Het is natuurlijk heel moeilijk te checken, maar ga misschien nu al eens een keer vlug kijken in winkels en hoeveel iets nu staat. En dan weet je zeker dat je het echt wel goedkoper hebt gekocht. U gaan ze niet liggen hebben, Laura? Mij gaan ze niet liggen hebben. Nee. Dat heb ik al lang door. Dat is het voordeel van hier te werken natuurlijk. Ja, ja. Je bent van al die dingen op de hoogte en je kijkt echt wel met een heel ander oog naar al die kortingen. Want je weet dat winkels alles zullen doen, omdat jij toch maar bij hen dat ene ding zal kopen. Ik heb ondertussen zelfs al vrienden en familie die regelmatig mij vragen van en waar heb je het deze week over gehad? Ah, en, dat is leuk, hè? Ja. Nu, het anti-muggenproduct vind ik dus top tip, hè? Ja, want daar zijn eigenlijk niet zo heel veel andere onderzoeken naar. Nee. En het is nogthans wel echt belangrijk dat als je iets koopt, dat het dan ook wel goed werkt. Ja, en over de autobanden. Dat was ook eentje dat ik dacht... Daar kan je veel mee uitsparen. Had ik niet door dat ik daar een zeg in had als consument. Voilà, Kijk eens Laura, merci voor alweer een zeer waardevolle sessie. En een beetje anders. Ik vind het wel tof. Kunnen we af en toe zo eens een quiz Ik zal mijn best doen om elke keer misschien iets tof te voorzien. Vinden de mensen dit ook terug op de website? De vraagjes die je me gesteld hebt en dan de eventuele... De vraagjes niet, maar alle informatie. De solden, die vind je uiteraard bij ons op de website. Perfect. Oké, merci. En tot graag gedaan. Ongetwijfeld. Dag Laura.